Thijs. Olufade. Ruimte ligt op links bij Thompson. Die komt zomaar alleen voor Steyne. En die komt er weer goed uit. Steyne wordt hier nog aangetrapt ook. Door zijn eigen ploegmaat Evers. Maar wat kon Thompson daar op zijn dooie gemak helemaal vrij en alleen dat strafschopgebied binnenwandelen. En dan komt Steyne heel goed uit zijn goal. Daar is hij sterk in. Clément, Leko, Akpala goed vertrokken, goed aangespeeld. En dan kan hij trappen. Eerste bal tussen de palen namens Club Brugge. Maar pal op Jorgasevic. Het is een wedstrijd met vooral veel kampkracht en duelkracht op het middenveld. Weinig vloeiende, eigenlijk geen vloeiende combinaties. En nu elk één bal tussen de palen. Thompson. Maric. Sterk, Maric. Ja, en dan Simon. Ja, ja, het is weer Simon. Simon die de pineut is. Hij begaat de strafschopovertreding. Je zag het zo aankomen dat hij te laat ging zijn. Maric loopt Clément eraf. En dan Simon, ja, dat is niet slim wat hij daar doet. Dit is absoluut een strafschop. Een kwartier ver in de tweede helft. De kans voor Gent om op voorsprong te komen. Adekamni, Olufade tegenover Steyne. Daar komt hij, Olufade, voor zijn vierde van het seizoen. En die heeft hij gemaakt. Gent op voorsprong na de rust. Had de thuisploeg wel voortdurend veldoverwicht. Maar de kansen waren er eigenlijk nog niet geweest. Tot die ingreep van Simon. En zo staat de ploeg van Michel Preud'homme op voorsprong. Rosales. Olufade goed afgehaakt. Nu de actie maken. Olufade kan trappen. En dan is er een goede Steyne nodig. Of het was binnen de minuut 2-0 geweest. Prima redding van Steyne. Ruiz, hoekschop, Olufade verlengt en dan is het 2-0. En dan is het Jonas de Roep die scoort. Ja, aan de tweede paal. En zo gaat de club helemaal onderuit in 2-3 minuten tijd. Olufade die verlengde aan de eerste paal. Nog telkens hebben ze dat al twee keer na elkaar gedaan. Toch lukt het ook dit keer weer. En dan achteruitvallend brengt Jonas de Roep de stand op 2-0. Nu wordt het bijzonder moeilijk voor club om de eerste seizoensnederlaag nog te vermijden. Vargas, Simon. Vargas. Ja, dit was nog gevaarlijk, Clément. Dit is het beste wat club heeft gebracht in de tweede helft. Het leek een mislukte voorzet van Vargas en dan Clément slim zijn voet er tegen. Maar club heeft sinds die twee goals van Gent op geen enkel moment de indruk kunnen wekken dat het in staat was hier nog wat te komen halen. Thijs. Ruiz wordt niet afgevlacht. Ruiz kan hij voor 3-0 zorgen. Dat zal Maric dan doen. Ja, Simon stond daar nog wel, maar kon die bal niet meer uit de netten houden. En daarmee is deze wedstrijd helemaal beslist. 7 minuten voor tijd staat de 3-0 op het bord. Club Brugge helemaal kopje onder in deze tweede helft. Ruiz wordt terecht niet afgevlacht. Het is andermaal Simon die in de fout gaat door daar te blijven hangen. Het buitenspel opheft. En dan kan Maric scoren. Het is afgelopen. Gent wint dus zeker na die tweede helft heel verdiend met 3-0 van Club Brugge voor club. De eerste seizoensnederlaag. Gent slaagt er voor het eerst dit seizoen in om twee keer op rij te winnen. En niks doet meer deugd voor een Gentenaar dan winnen van Club Brugge.